We gaan jou pakken. Wat ben je aan het doen? Oh mijn god, en in één keer valt hij me aan. Oh mijn god, holy shit. Hier naar beneden. Hier hakken. Hakken, 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 hakken en zo. Hakken. Holy shit, holy shit. Wat een ontsnapping. Power. Hallo dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe minigame. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben wel heel erg dicht in jullie face met mijn Minecraft poppetje. Dus ik ga even in deze modus en in deze modus kan ik natuurlijk ook veel mooier spelen. En hopelijk ga ik voor jullie ownen, ga ik eerste worden. Waarom neem je deze aflevering in je eentje op? Dat zullen mensen zich vast afvragen, daar ga ik natuurlijk antwoord op geven. Ik neem deze aflevering in mijn eentje op omdat ik heel erg graag jullie even op de hoogte wil houden. Wanneer begint nou Minecraft Survival seizoen 3? Heel erg simpel. Ik heb het eigenlijk ook al vaker gezegd, maar een paar mensen hebben het dus niet meegekregen. Ik begin seizoen 3 als Minecraft 1.9 uitkomt. Dat duurt nog heel eventjes. Niemand die weet precies wanneer het uitkomt. Dus het is gewoon nog heel even afwachten. Ik ga trouwens hier gewoon naar boven bouwen en ik ga gewoon meteen naar het midden toe. Ik kijk geen eens of mensen wat hebben of zo. Boeien. Oh, ik ga deze meneer pakken. Ik ga gewoon hier zo, hopsakee, hopsakee. Hallo, hallo, hallo. Gewoon even rushen naar iemand toe. Vond ik gewoon even leuk om te doen. Oh, hier is ook nog iets wat ik niet heb. Een helmpje. Oh, deze is beter. Volgens mij is deze beter, ja. Wow, haalt sharpness 2. Is maar goed dat ik hem snel heb vermoord. Oh, lava. Dat is zo chill in deze map. Oh, arrows. Wow, deze heeft geen eens alles geloot. What the heck? Nu heb ik 17 arrows. Weet je hoe chill? Even kijken, even een lekker sappig appeltje. Hoppakee. Wat, oh, lekker. Oh, een steak. Even kijken. Ho. Wat gebeurt daar? Had ik hem? Yes, ik heb hem. Holy shit. En ik zie hier iemand. En die is aan het schuilen. Maar ik ga hem proberen te pakken. Hij is aan het ontwijken. Oh mijn god. Ik ben echt slecht. Oh, yes, ik heb hem. Oh, die ga ik niet hebben. Misschien die daarboven. Huh. Nee, dat wordt hem niet. Weet je wat ik ga doen? Ik ga dan gewoon helemaal naar boven. En dan ga ik weer naar het midden toe. Hopelijk word ik hier niet gehit. Oh, ik word niet gehit. Oh mijn god. Yes! Oh, lol. Wat een actie, mensen. Holy shit, dat scheelde niet veel. Ik speel heel erg risky, ik speel heel erg YOLO mode. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. Misschien kan ik vanaf hier schieten. Oh, wauw, Enzo, wat een goede strategie kan dit zijn. Ik weet niet of het zo is. Misschien komt hij straks naar boven en dan verwacht hij dit nooit. Ik wil deze even hier hebben. Zo, lava is echt super chill, dat zal ik jullie nog wel laten zien. Als er een moment komt dat ik het echt moet gebruiken. Oh, hier een lekkere steek nog. Oh, kijk. Hattakee! Nou, ik heb hem toch twee keer gehit. Nu heb ik wel even... Volgens mij is hij doodgeschoten door die gasten achter. Ja, hij is doodgeschoten door die gasten achter. Dus die twee hits en deze strategie dus hebben wel enorm geholpen. Fucking chill. Oké, ik ga hier helemaal naar boven. Ik ga gewoon weer YOLO mode. Daar hou ik van deze aflevering. Zoals jullie wel merken. Ik wil gewoon actie. Oh mijn god. Er zijn daar fucking veel mensen. En ik wil meedoen met het feestje. Geen feestje. Deze mensen die teamen. Maar ik ga ze gewoon pakken. Hoppakee. Dat is één. Waar is die andere? Hoppakee. Zo. Dat was even een knolpauwkreet, gek. Oké, waar zijn andere mensen? Meteen naar andere mensen toe. Ik zie hier iemand, die ga ik pakken. Hopsakee, ik ga boven op jouw eiland komen. Zo. Hier zo, laat ik hem gewoon vallen. Hopsakee, het maakt me helemaal niks uit. Hallo! Hopsakee! Oh, mensen. Mijn hartslag, die gaat toek. Van al deze actie. Oh yes. Super lekkere items ook nog eens. Hoppakee, deze erbij. Oh, dit is heerlijk. Ik ga even alles hierin doen. Even kijken wat ik allemaal moet meenemen. Wat ik niet moet meenemen. Die arrows natuurlijk. Oh, wat veel spulletjes. Even kijken of er niemand om me heen staat hier ergens. Ik zie daar iemand. Dat is de dichtstbijzijnde. Oh, en ik zie daar iemand boven. Dat is die Just Ollie.
Dit gaat zo lekker! Had ik niet verwacht, zo in mijn eentje. Ik heb dit dus ook nog nooit in mijn eentje gedaan, hè. Dus ik had zoiets van, weet je wat? Om jullie even op de hoogte te houden, even wat informatieve dingen te vertellen in de aflevering, ga ik gewoon ook voor het eerst in mijn eentje spelen. En het bevalt me wel. Tuurlijk ga ik ook gewoon nog met andere gasten opnemen. Maar dit is gewoon leuk om ook een keertje mee te maken. En ik denk voor jullie ook. Misschien hebben mensen het zelfs wel een keer aangevraagd. Is daar iemand nou een platform aan het maken? What the fuck? Ik ga gewoon weer YOLO mode, dames en heren. Deze aflevering bestaat uit één volle YOLO mode actie. Knolpower voor de motherfucking win. En dat laat ik hier maar even zien. Hoppakee, we gaan gewoon weer. Oh, daar staat iemand. Maar die gaan we pakken. Hem gaan we pakken. We gaan hem pakken. We gaan jou pakken. Wat ben je aan het doen? Oh mijn god, en in één keer valt hij me aan. Oh mijn god, holy shit. Hier naar beneden. Hier hakken. Hakken, 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 hakken en zo. Hakken. Holy shit, holy shit. Wat een ontsnapping. Wat een fucking ontsnapping. Oh my god. Oh my fucking god. Hij gaat daar naar beneden, denk ik. Ik denk dat hij naar beneden gaat. Ik ga hier, joh. Oh, hier is gewoon iemand. Oh mijn god. Oh my god. Goed die andere ook in de gaten houden. Oh, wat gebeurt hier? Holy fucking shit. Ik zie zijn benen. Ja, ik heb ze. Ik heb hem! Ik ben nog samen met die andere gast. Die is daar. En hij weet denk ik niet waar ik ben. Dus ik blijf hier heel even om mijn HP te houden. Holy moly. Oh yeah, wat was dit lekker. Oké, kan ik hier zo? Ja, ik kan hier zo. Oké, als hij hier naar beneden komt, dan is het wel een epische battle hier. Ik blijf heel even gecrouched. Oh, ik zie hem daar de hele tijd nog lopen. Oh, dit is heel erg lekker. Ik probeer. Kan ik ook crouchend op de ladder? Even kijken. Ja, dat kan. Oké, dat kan. Oké, de play. De play. De play, dames en heren. De fucking play. Komt ie, oké? Boom! Boom! En nu pak ik jou! Ja! Met een boog. Bam! Oh, lol. Ik bedoel, ik doe het maar zo. Yeah! Gewoon gewonnen in mijn eentje met 23 andere tegenstanders. Ah, dit voelt goed. Nu ben ik maar de map Tron gejoind. En deze map is een heel stuk kleiner zoals jullie kunnen zien. En misschien ook wel veel moeilijker. Ik heb geen flauw idee. Maar seizoen 3 van de Minecraft Survival. Ik heb er zo ongelooflijk veel zin in. En ik ga me heel even focussen. Wacht even. Kijk, ik kan hier wat leuks mee. Holy shit. Holy shit. Ik dacht misschien krijg ik het voor elkaar. Misschien. Dat zou wel super vet zijn. Oh, hij is terug aan het gooien. Jij bent terug aan het gooien. Ja, dat zie ik wel. Ja, dat zie ik wel. Zo, heel even een klein beetje bescherming hier zo. Want deze map is denk ik wel wat gevaarlijker. Ik heb heel erg veel zin. Oh mijn god, hij komt naar me toe. Dit vind ik niet leuk. Ik heb niks om te gooien. Hij is er vanaf gevallen. Hij is er gewoon vanaf gevallen. What the fuck? Oh my god. Dit is toch niet te geloven? Oké, weet je wat ik ga doen? Heel voorzichtig. Ho! En weer terug. En weer terug. Die jump kan ik halen. Die jump kan ik halen. Zal ik gewoon weer YOLO... Nee, hij heeft een boog. Ik ga geen YOLO mode. Jij wil op mij schieten. Jij wil op mij schieten. Niet doen. Ah, seizoen 3 van de Minecraft Survival wordt echt ontzettend gaaf. Ik ga heel erg mijn best doen om er weer wat vets van te maken. Dus ik hoop dat jullie er allemaal zin in hebben. Doe daarvoor een blauw duimpje omhoog als je er echt heel erg veel zin in hebt. En dan kan ik een beetje kijken of jullie er echt, echt heel veel zin in hebben. Of een klein beetje. Ik hoop heel, heel erg veel natuurlijk. Zal ik gewoon naar het midden gaan? Zal ik gewoon YOLO mode? Ik ga gewoon YOLO mode. Pam padapam. Patapapapam padapam. Papapapapam. Papapapapam. Holy shit. En nu ga ik naar die andere gast hier. Nu ga ik naar die andere gasten. Oh my god. Ik ben gewoon aan het parcouren hier. Holy shit. Ik ga gewoon naar deze gast toe. Hallo. Hallo. Oh, hij dropte zijn boog nog. Ik bedoel zijn zwaard. Oh, hij bedoelde het heel lief. Ja, maar ik wist niet dat je wou teamen met mij. Sorry, jongen. Ik denk ik ga gewoon YOLO mode. Hallo. Hé, hey, ik had hem te pakken. Ah, jammer dat hij geen arrows heeft gedropt. Nou, kon natuurlijk niet, want ik sloeg hem eraf.
Oh my god. Oké, hoe ga ik het nu aanpakken? Want ik weet niet of die strategie nog werkt. Want hij ziet mij dus aankomen nu. En ik kan hier niet zo 1, 2, 3 vanaf. Ik denk dat ik gewoon naar die kant toe ga. Tenzij... Oh, hij is al van items aan het verwisselen. Heel even kijken wat ik hier kan gaan doen. Hij wil teamen zo te zien, hè. Je weet het maar nooit. Oké, er is nog iemand in het midden. Ik ga naar het midden. Hoppakee, daar gaan we weer. Ja hoor, daar gaan we weer. Oh, hij is wel af. Oh, ik ben derde, of niet? Oh, nee. Er zijn nog twee mensen. Oh, daar iemand. En daar iemand. Maar ik had hem wel eraf. Ik vond het wel een heel leuk potje, hoor. Gewoon YOLO-mode weer. Wat kunnen jullie nog meer verwachten van seizoen 3? Daar ga ik eigenlijk niks over zeggen. Want het blijft één grote verrassing. Er zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden in 1.9. Dus er gaan sowieso wat dingen veranderen waar ik echt heel erg veel zin in heb. En nou ja, nogmaals, ik hoop jullie ook heel erg. En ik denk dat het wel goed moet komen. Kijk, ik heb natuurlijk seizoen 1 gedaan. Ik heb seizoen 2 gedaan. En de support die ik van jullie krijg is echt gewoon insane. Is belachelijk. Jeremy doet trouwens ook mee in deze map. Ik zal wel even inzoomen op hem. Leuk en zo grappig. Hè? Nou, dat dus. En we gaan proberen om deze keer weer even te winnen natuurlijk. Ik bedoel, niemand speelt dit omdat hij wil verliezen ofzo. Ik moet wel even oppassen dat mensen niks op mij gaan gooien. Daar moet ik echt voor oppassen hoor. Als mensen dat gaan doen. Ik kan dat ook op jou doen hoor. Ik hou je in de gaten. Wow, hij heeft gewoon de Link Tiger skin geloof ik. Oh, maar dan met zijn eigen gezicht. Oh mijn god, geniaal. Echt geniaal. Maar alsnog wil ik je wel... Oh, wacht. Ik wil die ezel eraf halen. Ik wil Jeremy die afhalen. Oh, jammer. Oh, hij wil zijn ezel beschermen. En hij wil teamen. Ja, is goed. Dan gaan we samen winnen, oké? VP Lewis. Ja? Oké, we zijn team nu. We zijn nu team. Oké, bij deze zijn we nu een team. Ik kom naar jou toe. Hoppakee. Oké, ik kom naar je toe. Oh, als hij mij nu pakt, hè, dan word ik zo boos. Hallo! Hallo! Yeah, ik heb gewoon... Haha, Jeremy! Doei! Haha! Oh, zegt hij ook. Oh. Rip Jeremy. Oh, kijk, hun zijn ook aan het teamen. Dus dit is alleen maar handig. Of zijn hun niet aan het teamen? Oh, hij wil teamen. Nou, deze gaan we gewoon pakken. Ik pak iedereen. Dus vecht als je durft. Oh, wow. Hij geeft mij een fucking goede. Oh, nice. Thanks, bro. Thanks a lot. Oké, zeggen ze. Nu zeggen ze oké. Oké, ik hou je. Ik ben je ogen in je rug. Oh, pas op, Lewis. Pas op. Goed zo. Oké, hoe gaan we dit verder aanpakken? Even wat extra blokjes plaatsen. Voor als ze wat gooien, kunnen we ons weer opvangen. We gaan naar jou toe, jongeman. Ik moet wel oppassen dat ik hem niet per ongeluk sla, natuurlijk. Oh, er is daar een gevecht gaande. Holy shit. Oh, snel, bouw heen. Oh, ja, maar ik kan niet met hem praten. Bouw, snel, bouw, alsjeblieft. Oh my god. Oké, dan moet ik zelf mijn hout gaan hakken. Ja, dat is wel het nadeel als je niet met mensen gaat spelen. Waarmee je op Skype bent of zo. Dan is het natuurlijk lastig. Nee. Pak iedereen. Nee, we gaan niet meer teamen. Maar anders dan overwinnen we met z'n drieën. Dat gaan we niet doen. Nee, we gaan gewoon vechten. Hier, pak hem, Lewis. Pak hem dan. Ja, goed zo. Ik wou net zeggen, die Lewis die was net ergens anders mee bezig. Holy shit, ik schrok echt even. Volgens mij had hij helemaal niet door dat die gast kwam of zo. What the fuck? Oké, wat gaan we doen? We gaan even een crafting table maken. We gaan even dit helmpje opdoen. Oh, is die gast nou allemaal spullen voor mij aan het maken? Holy shit. Oh, thanks bro. Fucking nice. Oké, en dan kan ik hiermee gewoon die boots maken. En dan heb ik echt super goed armor. Hoppakee. En dan ga ik deze even doen. Yeah!
En wat nog meer? Oh ja, die lava is super handig. Wow, sharpness 2. Oké, dit ga ik zo houden. Zo. Oké, nu gaan we er vandoor. Let's go, man. We can do this. Let's go, Lewis. Let's go. Ho. Oké, we moeten hier weg. Ik heb bloks nodig. Ik heb 4 bloks nog. Oh, nice. Hoppakee. Hoppakee. Oké, nu kunnen we naar andere mensen gaan. Zo. Ta-ta-ta-ta-ta. Haha, kippetje. Haha. Oké, daar is Shadow Kills. We moeten nu Shadow Kills pakken. Hoppakee. Oh, wie schiet hier? Doe jij dat? Schoot hij nou? Volgens mij wel. Oké, zit hier ergens in de chest iets wat ik kan gebruiken? Hier sowieso diamonds. En voor de rest niks, geloof ik. Ik meende dat hij altijd nog een chest had ergens. Maar dat is niet zo, blijkbaar. Maar ik kan die blocks wel goed gebruiken, dus dat scheelt. Zo. Oh, what the fuck? Er zit daar gewoon water. Oh, dat wist ik helemaal niet. Oh, ja, tuurlijk. Wist ik eigenlijk wel. Oké, 14 blocks. Daarmee moeten we het wel redden. Oh, die gast die gaat juist weg. Die durft het niet meer. Zit er niemand achter ons? Nee. Oh, hij komt nu weer terug. Oké, we gaan jou pakken, jongen. We gaan jou pakken. Huh! Oh! Holy shit. Holy shit. Oh, even oppassen dat hij niks gooit. Nee, hij gooit niks. Oké, nu ga ik erheen. Hoppakee. We gaan hem pakken. Bam. Oh. Bijna. Oké, nu gaan we hem pakken. Nu gaan we hem pakken. Ho, 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 ho. En nu snel eruit. Nu snel eruit. Snel eruit. Oh my god. Snel het water in. Ho. Yeah. Lekker. Lekker hoor. Hoppakee. Die gast wat hij deed was wel een super goede strategie, vond ik hoor. Hij deed lava en hij bouwde zichzelf in. Super slim. Echt super slim. Oké, waar is die laatste? Oh, daar is iemand. En waar is die andere? We kunnen al helemaal daarheen. Dus die andere die moet daar wel ergens zijn. Ik ga het proberen. Ik heb 11 arrows. Huh! Huh! Oh! Oh, hij werd wel bang daardoor. Hij werd wel bang. Redden we dit al? Bijna. Yay! 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 Hoppakee! Yes! Ik ben dood gegaan voor mijn teamgenoot, mijn VP Lewis. Kom op. Jij maakt het af. Kom op, jongen. Pak hem. Als jij wint, dan heb ik ook gewonnen. Kom op. Je kan het, Lewis. Pak hem, Lewis. Pak hem. Kom op. Ik ging dood voor ons team. Uh-oh. Uh-oh. Pak hem. Dan hebben we gewonnen. Ik ben aan het opnemen. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh, dat vind ik lief van hem. Dat vind ik heel erg lief. Kijk, stiekem heb ik dan toch nog met Link gespeeld. Zien jullie dat? Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Hopelijk vonden jullie hem tof zo met mij alleen. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Wie weet gaan we nog die 1 miljoen abonnees halen in 2015. Hoe dan ook, ik ben super blij met van alles en nog wat er allemaal gebeurt nu. En dit is dus even duidelijkheid. Als 1.9 Minecraft uitkomt, komt ook de seizoen Survival weer terug. Ik zou zeggen, tot morgen om 7 uur. Dubbele peace.